Ik denk, ja, maar dan wil ik wel weten wat met mij is aan de hand is. Toch? Ik wil toch weten wat er is gebeurd. Ik heb er geen last van of zo, maar ik wil weten wat er met mij gebeurt. En toen ging ik op onderzoek uit en ik dacht, voor mijn huwelijksdag wil ik het weten. En toen dacht ik, oké, er is maar één persoon die me nog kan helpen en dat is mijn moeder. Je moeder weet dit soort dingen over je. Dus ik ben 22 en twee weken voor mijn huwelijksdag doe ik mijn broek helemaal op mijn enkel, zo helemaal omlaag. En ik stap op mijn moeder af. En ik zeg, ma, wat is dit? En mijn moeder zegt, wat dit is, Roué, dit is raar. We staan in de supermarkt. Doe je broek omhoog. Ik zeg, ma, het maakt me niet uit waar we zijn. Ik wil weten, ben ik nou besneden, ja of nee? En mijn moeder zegt, tuurlijk ben je niet besneden, idioot. Als je was besneden, zou ik het toch gewoon vertellen, je doet gewoon raar. Maar ik doe niet raar. Weet je wat raar is? Dat ik op deze leeftijd rondloop met een besneden ogende tolly, terwijl ik nooit besneden ben. Dat is raar. En daarom vertel ik dit overal waar ik kom. Ik ben namelijk op zoek. Zijn hier mannen die hetzelfde hebben? Weer niet.